Kwakkeldij. Hij is bekend kunstenaar. Ook in de straat op de Meeuwenlaan hangen wat kunstwerken van hem. Die zie je daar. Die met die felle rode, gele kleuren en die blauwe daar. Dag, hallo. Hoe maakt u het? Goed hoor. Ik was net aan het vertellen over de kunst hier in de straat van u. Ja, dat klopt. Het zijn werken die gemaakt zijn samen met de Muziekstraat en met kinderen van de Eipleinschool. Zullen we even die kant op lopen gelijk? Ja, moet ik even mijn sleutels pakken. Als de deur dichtvalt mag ik niet meer in. Oh ja, snap ik. Ja. Yes. Maar hier hangt dus kunst van Henk. Maar hij heeft ook vele kunstwerken verkocht aan het Stedelijk Museum. Ja, ze hebben 6 werken van me. Dus een aantal werken op papier en een film zit erin van 6 uur. Dus, maar dat is denk ik toch wel een droom die uitkomt voor een kunstenaar. Ja, dat is heel tof. Ja, het is altijd super fijn om op een mooie plek te hangen. Maar die mooie plek kan ook thuis zijn, bij iemand. Dus dat vind ik ook heel tof. Als iemand werk heeft gekocht en hij hangt dat neer en hij geniet ervan. Of zij geniet ervan. Ja, dat is ook super. Dat klinkt heel lief, maar... Dat als je in het Stedelijk hangt, dat dat toch nog wel wat meer charme is. Nee, maar dat klopt ook natuurlijk. Want je wil ook professioneel wil je ook goed je werk voor het voetlicht brengen. En Stedelijk is natuurlijk een super plek om te hangen. Ja. Maar hier ook, op de Meeuwlaan, hoe heb je dit gemaakt? Nou, eigenlijk wat ik gedaan heb, we hebben de muzikanten van de Muziekstraat uitgenodigd om op de Eipleinschool te komen, samen met de docent aan Machteld. Daar hebben ze hun muziekinstrumenten getoond. Ze hebben muziek gespeeld en de kinderen die zijn eigenlijk die muziek gaan tekenen en later zijn ze gaan kleien. Wat zien we dan bijvoorbeeld daar? Nou, uiteindelijk wat we daar zien, zeg maar, zijn al die gekleide geluiden. Die heb ik in een compositie gemaakt die een relatie heeft ook vaak met de omgeving. De Meeuwlaan komt er weer in voor. Meeuwlaan komt er weer voor. Op dat wereldbolletje, dat is een beetje ver weg. Daar staan allemaal boten die in de omgeving belangrijk zijn. Ook van de NSMWF en de Rode, Rode Onderzeeër heette die geloof ik of zo. Vrolijk de buurt wel op. En ze zeggen kunst verbindt de mens. Werkt hier. Kinderen en de mensen uit de buurt trots werden op hun buurt. En dus dat was eigenlijk het doel. Ja. Je moet steeds kijken naar je snorretje. Het is echt een kunstenaarssnor. Ja, vind je niet? Te gek. Gooi de camera nog maar even op. Even goed bestuderen. Oké, okay, volgen. Wat mogen wij op de tv niet zien? Nou, dat is gewoon een zwart vlak en dat vind ik zo boring. Er zijn mooiere dingen om naar te kijken, denk ik dan. En dan zet je hem af en toe aan en als je hem niet gebruikt, dan gaat er het doek eroverheen. Ja, maar ik kijk bijna geen tv. Ik ben zo druk met allerlei andere dingen. Behalve de straten van Amsterdam, neem ik aan. Alle afleveringen. Maar wat zit hier? Wat zit hierachter verstopt? Nou, hierachter zit, zit eigenlijk onderzoek, beeldend en ook in tekst, naar een opera die ik samen aan het schrijven ben met Thomas Geerts. Thomas Geerts is componist. En ik schrijf en ik ontwerp hem. En ik heb bij Thomas 2 voorstellingen gezongen. Dat klikte hartstikke goed. En toen zijn we aan de slag gegaan. Maar omdat dit allemaal nog zeg maar, in de ontwikkelfase is en ik mijn ideeën niet hier op tv wil prijsgeven, blijft het gordijn gesloten. Dus als je nog een keer wil, dan laat het terug. En heel even koekeloeren? Ja, je mag wel even zo langs, zeg maar. Dan. Wow! Dus je mag kijken, als je hier met de camera gaat staan, zeg maar, dan kun je zo schuin. Ik zal hem even zo een beetje open houden. Zo. Dan kun je schuin een blikje werpen. Nou ja, dat groeit een beetje zo hier. En uiteindelijk is de bedoeling dat we, dat we genoeg hebben om daar mee de boer op te gaan. Dus de 3 nummers willen we uitwerken, kijken of we subsidie kunnen krijgen. En dan het uitvoeren, maar het is wel een jarenproject. Te gek. Ja. Voor de mensen die jouw werk niet kennen, kun je iets laten zien? Nou, ik heb hier toevallig, dat is ook iets wat met Noord te maken heeft. Er zijn heel veel overstromingen in Amsterdam-Noord geweest. Zelfs ook de Meeuwenlaan vroeger, totdat de dijken gemaakt werden. Toen is eigenlijk dit hele gebied ontstaan. In 2016 was het 100 jaar geleden dat ook de dijken weer doorbraken. En toen heb ik een expositie gemaakt in Monnikendam. Met allemaal werken die te maken hadden met water. En er zat ook een soundscape bij. Ik heb een geluidsinstallatie gemaakt met een requiem voor de koeien. Dus die zat daarbij, filmpjes. Het ziet er fantastisch uit. Ja, en hoe heb je dit dan gemaakt? Dit is pastel, dus dat is eigenlijk poeder wat je in het papier wrijft. Dus een hele
ingewikkelde en kwetsbare techniek ook, dus je moet dat heel voorzichtig doen. Ik zie daar ook van alles liggen, maar doe je het ook echt thuis? Maak je thuis? Nou, ik werk kleine dingen doe ik thuis en als ik mijn ideeën kwijt wil, dan wil ik hier gewoon aan de slag kunnen. Maar ik heb een studio in West en daar doe ik eigenlijk grote dingen, maak tekeningen van 2,10 meter bij 1,50 meter ongeveer. Maar ik hoorde trouwens dat jij allemaal, kijk nu naar je tuin, ja, allemaal zaadjes had verzameld met prachtige planten, zei de buurvrouw Michelle. Nou, het was hier kaalslag toen ik hier kwam wonen. Ik heb er wel allemaal plantjes ingezet. En je staat wel bekend. Het klopt bijna. Het klopt bijna, maar het is wel mooier geworden, ja. Ja, ja, dat wel. Hoe is het voor jou, het leven op de Meeuwenlaan? Want je zegt, woonde in West. Ja. Dan kom je naar Noord. Hoe is de je overgang bevallen? Ja, heel goed. Ja. Eigenlijk, ja, mijn woning in West, zeg maar, waar ik woonde, die begon steeds schever te staan. En de ramen waren op een gegeven moment dichtgeplakt. De dingen gingen niet meer open enzovoort. Het werd tijd om weg te gaan. Het werd tijd om te verkassen. En ja, het heeft me eigenlijk heel veel goeds gebracht om hier te wonen. Ik ben blij met de natuur. Ik ben blij met de projecten die ik kan doen. We hebben nog theatervoorstellingen gedaan hier in Noord. Voelt je thuis? Ik voel me hier wel thuis, ja. Ja, ja, het is een hele goede vibe. Ja. Echte Noorderling? Ai, ik weet niet hoe een echte Noorderling zich voelt. Misschien ben ik daar nog iets te fris voor. Een jaartje of 10 woon ik hier nu. Maar het is wel een plek waar ik me heerlijk voel. Ja, dit is echt wel goed, ja. Ja. Goed om te horen. Tot slot, want we zijn alweer aan het eind van de uitzending. Oh. Stel, je maakt een kunstwerk van de Meeuwenlaan. Wat zou dat dan? Hoe zou dat eruit komen te zien? Het kunstwerk van de Meeuwenlaan? Ja, wat moet daar echt op? Oei, ja, als het echt over de Meeuwenlaan zelf gaat, dan denk ik de natuur. Dat is de eerste waar ik aan denk. Maar hoe ik bezig ben, zou je ook kunnen denken aan alle geluiden van de Meeuwenlaan. En die gaan verbeelden en daar misschien wel ook geluid weer bij maken. En wat is een typisch geluid van de Meeuwenlaan? Typisch geluid van de Meeuwenlaan. Dat is wel het getoeten van de boten die vertrekken eigenlijk. Die kun je hier heel goed horen. Er zijn tijden dat de vliegtuigen overgaan. Wind is goed te horen. Zeker als het stormt. Dus een hele goede piep zit erin. Ik krijg al een beetje een idee. Ja. Komt het er ooit? Zien we die dan in het stedelijk hangen? Nou, misschien wel. Ja, vast. Ja, ik ben wel positief. Dus er komen een stuk of 6 in het stedelijk. Hartstikke goed. Nou, dan komen we kijken. Ja. Dank voor het kijken. Dank dat we hier mochten zijn. En heeft u nou een leuke tip voor de straat van Amsterdam? Mail ons dan even via straten@at5.nl. Ik vind het altijd leuk om bij u langs te komen. Dank voor het kijken. Hartstikke goed. Ja. En bedankt. Fijn dat jullie er waren.